Michel Brewer, welk gevoel overheerste in de afgelopen week na de wedstrijd tegen Willem II? Ja, een beetje dubbel, hè. Natuurlijk, als je 2-0 voor staat, dan blijft het altijd een beetje vervelend en een beetje teleurstellend als je dan toch de wedstrijd nog niet wint. Maar als je de hele wedstrijd bekijkt, dan kun je ook wel weer leven met een gelijkspel. Want Willem II heeft natuurlijk ook nog wel de kans gehad om de wedstrijd te winnen. Dus een beetje dubbel gevoel. Maar verliezen, dat gebeurt de laatste tijd niet. Er zijn 4 wedstrijden op rij niet verloren. Kijk, is de weg omhoog ingeslagen? Dan sla je wel de weg omhoog in. Ja, als je niet verliest, dan ga je stijgen als het goed is. En het zegt wel dat we op de goede weg zijn, denk ik. En dat kun je ook buiten de resultaten kun je dat ook wel zien aan het spel. Dat het allemaal steeds beter wordt. En als dat ondersteund wordt met punten, dan is dat alleen maar goed. Doorgaan, zou ik zeggen. En dan zondag de wedstrijd tegen FC Utrecht. Wat weten we van deze tegenstander? Ja, nou ja, een hoop. Als het een goede tegenstander. Goede spelers, goede tegenstander. Doen het goed in de competitie, scoren veel. Dat zal weer zwaar worden. En wat zijn dan de aandachtspunten voor zondag? Nou, dat is zoals het altijd is, denk ik, dat we het veel dicht bij elkaar moeten houden en aan de bal moeten lef tonen. En voor de rest proberen we Utrecht van scoren af te houden. Dat zijn de belangrijkste dingen.